Ik ben natuurlijk zo goed dat ik het eigenlijk al wist wie het was. Ik wist het eigenlijk al meteen wie het was, van toen Alchemist het niet meer was. Yo, lieve mensen van Dutch Gaming en leuk dat jullie weer kijken naar Assassin's Creed Syndicate. Vandaag gaan we de moord even oplossen op de kerel hier naast ons, die daar dood ligt te gaan. Of daar dood is. Want ik vermoed natuurlijk dat het de man is die hier voor ons staat. Dus laten we hem ondervragen en beschuldigen. Wat? Huh? Ik ben er was van huilen van overtuigd dat hij het zou zijn. Jij bent het sowieso niet. Dan denk ik jij. Check. Jij bent het. I love the man passionately. I had every hope we would run off together. Ook niet? Nee? Oh, shit. Fok. Kijk, ben... Wacht, er ben misschien de beneden meneer, want er was niet ingebroken. En hij heeft een alibi. Dus jij... De huisbaas. Ik raak hem... Hoe dan? Nou ja, dan pakken we iedereen. Ja, de laatste zullen de eerste zijn uiteindelijk. Dus er blijft er nog maar één ding met over. Ik had het niet verwacht, maar oké. Als jullie dit willen lezen, lieve mensen, dan zet je mijn video even rustig op pauze en dan kunnen jullie dit rustig doorlezen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij de moordenaar zou zijn. Ik had eigenlijk letterlijk verwacht dat de kerel boven ons, de alchemist, het zou hebben gedaan. Maar ja, feiten zijn feiten. Feiten zijn feiten, lieve mensen. Dus op naar de volgende moord. Maar wacht, ik heb net mijn dingetje er neergezet. Nee. Check. Doe wat ik zeg. Goed zo. Nou mag je. Nou moet je omhoog. Eens kijken wie het volgende slachtoffer is van mijn super skills van oplossen van moorden. Want ik ben natuurlijk zo goed dat ik het eigenlijk al wist wie het was. Ik wist het eigenlijk al meteen wie het was. Van toen Alchemist het niet meer was. Wist ik het eigenlijk al meteen, lieve mensen, dat hij diegene eigenlijk de man beneden het was. Ik wist het 100% zeker. Of lieg ik? Volgens mij lieg ik. Maar ja, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen, lieve mensen? Ja, dat is een hele goede vraag. Wie van jullie wist dat ik loog? Dat is een mysterie. Oké, eens even kijken. Oh, dat is een lang scheerlijntje. Kan je heel wat ondergoed en vuile wassen aan ophangen. Allo. Niet veroverd nog. Oh, gosje, mijne. Dat is erg. Dat is heel erg. Dan misschien moet ik dat binnenkort eens even gaan veroveren. Hoi. Mensen, zijn jullie eigenlijk ook naar de film Assassin's Creed geweest? Als zo ja, laat het me weten. Zo nee. Of gaan jullie er nog heen? Laat het me weten. Zo niet, dan... Laat het me niet weten als je niet bent geweest nog. Maar ga je erheen? Laat het me wel weten. Ja, ik vind dat echt een geweldige film. Oké. Wacht, beschermde burger. Nail dit! Zo. Ook liggen.
de volgende moordzaak. Eens even kijken. Een mysterieuze dubbeldood van de professor. Los een mysterie op van de professor die nadat hij begraven was en terugkeerde om te sterven in zijn hal. Hopelijk zit hier een cutscene bij, dat hoe die uit de grond gekomen is. Dat wil ik eigenlijk best wel graag zien. Here's an especially exciting one. Perfect for a penny dreadful. A famous professor dies twice. That's once more than usual. Twice as many sales. My name will soon be known across the nation. Yeah. Nou, kan ze niet vermoorden. Dat zou wel geniaal geweest zijn. Oké, eens even kijken. Wat hebben we hier? We hebben... Oh, ik dacht al. Er zat een steek in zich of zo. Oké, laten we eens even kijken. Aan het lichaam te zien... is te zien dat er een vreselijk gevecht heeft plaatsgevonden. Op het voorhoofd zit een diepe snee. Die met een chirurgische precisie is uitgevoerd. De snee is diep tot het bot. Oké. 2 verdachten. 716 aanwijzing nog. It's so very awful. The professor died of an heart attack just days ago. Then tonight, I hear pounding at the door. Echt waar? I open it to find him bleeding and in pain. I try to say something, then collapse dead. Again. De laatste woorden? Barkesso, Barkesso, over en over. What does it mean? I don't know, waarom vraag je dat aan mij? Ik heb geen woordenboek. It's unthinkable. Such a great man. Even kijken. We were still in Boston. Even snel, even. Ik ga het even opzoeken. We were yesterday in the family plot. Oké. Een briefje. Barkesso. Even kijken, wat is dat? Ja, oké, eens even kijken of we dat kunnen vertalen. Mijn liefste, bla bla bla. Dat is belangrijk. Oké, even weghalen dat. Wat had jij, Chick? Het betekent inderdaad, het betekent geen ene kloot. Het is Japans, maar het betekent geen ene woord. Misschien als ik het in het Jap... Als Hakesso. Ja, oké. Okay. Misschien moet ik het vertalen van het Japans naar het Engels toe en dan naar het Nederlands toe. Geen idee waarom. Zijn er nog meer mensen in dit gebouw of zijn het er 2? Als er 2 zijn, dan wordt het wel een hele makkelijke moord. Dan is het iemand anders van buitenaf. En ik denk ook dat... Nou, ik moet ook naar de begraafplaats toe. Ik moet ook nog naar de begraafplaats toe, waarom niet? Open het houten kist en verzonden een... Blablabla. Mag alleen geopend worden door de professor. Hey, wat is dit? Een spin. Huisbank, dode spin. Een groot opvallende dode spin. Die komt denk ik uit het... Uit de kist. Ook niet belangrijk. Hé, hey, een kist. Hoppakee. Zo geniaal om kist open te maken. Katja! Zou dat ook werken met een IKEA-doos als je een IKEA-kast in elkaar zou zetten? Ik denk het niet. Waarom moet ik zoveel terugvragen? Een bericht. Spannend. Een spin. Spider? Let's get that out of here. Emmett is definitely afraid of spiders. He got that a few days ago. Mm-hmm. Inside was a statue. I thought it was a marvel. But he told me it was quite common. Mm. Okay. I don't know who sent it. Jawel, dat weet je wel. Kom op. Your father was an eminent anthropologist.
something of an explorer. He made his name by investigating the practices of a small village in Congo. His colleagues at the university often sent him trinkets from abroad. Sneusterijen. It is true that my father and my fiance didn't get along, but I'm confident that once he got to know her as a daughter-in-law, they would have become friends. Oké, eens even kijken, hoe ver zijn deze dingen van elkaar? Nou, waarom is het dood zo dichtbij? Ze zijn nooit dichtbij van elkaar. Nou, dat is zo naar. Nou ja. De vorige moord was wel heel dicht alles op elkaar, dus ja. Dat had het ook niet kunnen beter kunnen verwachten. Nou, gelukkig ligt de universiteit en de begraafplaats lekker dicht bij elkaar, dus dan kunnen we heel snel dingen oplossen. Maar ik denk niet dat het iemand is van binnenaf, lieve mensen. Maar ja, laten we ze wel een feit hier op een rijtje laten zetten. Zoveel mensen. Zoveel mensen, zoveel mensen. I only wish he had lived to bless my alliance with his son. Testament. I'm sorry to hear about that. Do you know whether that change was actually made? Nee. Een papieren vliegtuigje. Oké, een zakdoekje. Niet echt boeiend of zo. Ja, bonnetje van 7 pond. Echt, dat wil je ook weten wat voor bord op een bonnetje stond. Hey, waarom heb jij nog een rode ding? I hoped you wouldn't find that. I'm afraid several of the faculty purchased cadavers for research purposes. It's a fact of university life. Hey, juist. Het ligt er ook niet zo of zo dat het niet gevonden wordt. Hey. Er is uit van de spinnen. Oké. Nog meer bullshit? Oh, nou, natuurlijk mag het weer. My thesis subject. My South American colleagues tell me that this particular arachnid is only found in the Bolivian Andes. Fascinating subject. Okay. Maar mensen, ik hou het eventjes hierbij. Ik hou het even lekker spannend, want we hebben de moord nog niet opgelost en we hebben ook niet iedereen gehad. Mensen, ik hou het even spannend. Abonneer jezelf op Dusgaming, volg ze op Twitter, Twitch en op Facebook. Links zit hier beneden in de spreek, mensen. Keep it do, keep it Dutch. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij Assassin's Creed Syndicate, The Dreadful Crimes. Mensen, keep it do, keep it Dutch. En tot de volgende keer. Later.